Ik ben Willem Kaarsma van Rest op Eindeloos en we zijn hier met de ponies van Welcome to the Village B, Slager en Walburg in Tjum. We hadden drie Shetland ponies hadden we slachten en die broeken waren via het vlees, via het festival. We maken de biefstuk van, dat komt hier van de Rego, maar de ronde de Ossenhuis. Hier broek we ook niet heel prettig, de biefstuk broek we doet. En de rest dat wordt in gehakt, daar maken we jas van. En dan halen we nog stoofvlees van schouder en van de nekken. En dat broeken we via de pulled pony. Ik heb al ponyvlees eten, ja. Het is een fijnere structuur dan koolvlees en het heeft wat zwierter van smaak. We eten dat eigenlijk net omdat de meeste mensen het zielig vinden. Want het is eigenlijk een soort een huisdier. Het eerste vlees dat zit met name in de snacks en in de soepbaltjes, echt in de kan-en-klaarspul. Dus als het op de etiket is, dan wist het. Hè? Weet je, we hebben heel proteïne in Nederland die we net broeden als huisdier. Dus dan maak je het extra een beetje bezin, denk ik. En ik alweer het bossa. Op een gegeven moment is een leven ten einde van een dier, zeg maar. Waardoor we het dan maar smitten we dan voet. Wat broek je dan? Nou, als je zeg maar, wat er op heden met voedsel onder hond is, zeg maar, dan maak je bossa in tegen oren alternatief van vlees. Je hebt er niks mis mee. Het had een mooi leven hoor. En nu is het vlees.